We zijn op het Mediapark in Hilversum, waar Mark Rutte ieder moment aan kan komen voor de veelbesproken uitzending van Vandaag Inside. Bent u er klaar voor, meneer Rutte? Nou, dat weet ik niet. Dat zullen we na afloop vaststellen. Ja. Dit is een beetje de voetbalkantine die u betreedt, hè? Ja, leuk, hè? Ja. Dat is wel gezellig. Nou zijn er mensen die ook zeggen in het land van meneer Rutte ontwijkt Caroline van der Plas. Nou, ik heb het net al gezien. En morgenavond zien we elkaar weer. Dus, ja. Maar dat was geen 1-op-1 debat met Van der Plas, geloof ik? Nee, maar ja, je kunt zo'n campagne ook maar zoveel doen, joh. Dat blijft u dan zeggen, hè? Ja, dat is wel de waarheid. Ja. Heeft u zich hier nou anders op voorbereid dan andere avonden? Want het is toch wel een andere avond, dit denk ik. Het is ook gewoon leuk. Je kunt je hier ook niet echt op voorbereiden, volgens mij. Ik zou niet weten hoe je dat moet doen. Je hebt geen stellingen of dat je 30 seconden een statement moet maken. Het is gewoon een nationale huistafel. Waar denkt u de meeste stemmen mee te winnen? Is dat zo'n debat als gisteren bij Pauw bijvoorbeeld? Oh, nee, of gewoon hier bij de mannen? Geen idee. Nee, weet je, ik vind een campagne... Daar denkt u toch over na? Nou ja, daar denk je over na, maar je weet nooit wat dan precies het effect is. En wat ik leuk vind in campagne is gewoon actief zijn op straat, in al die programma's zitten, een beetje mensen uitdagen. Ja, het moet ook een beetje, je moet ook wat doen, weet je. Anders heeft u er zin in ook? Ik heb heel veel zin in, ja. Ze maken ook wel eens grappen over uw privéleven. Ja, ik denk dat misschien vanavond ook voorbij komt. Dan zal ik me nou eens even met de heren overstaan. Het moet niet gekker worden natuurlijk. Nou ja, succes dat daarmee. Grenzen, hè? Ja, wat is de grens ongeveer dan? Geen. Jawel, nee, maar gewoon... Ja, u zei geen. Ja, meneer Rutte, u zei geen. Ik neem dat terug. Het moet natuurlijk wel een beetje gezellig blijven, maar dat wordt het vast.